Hoe vond u het ontbijt? Heel kort, ja? Ja, dat is gewoon super. Ik vond het ontbijt super goed. Het is heel inspirerend. Goedemorgen. 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 Kirsten, Lot en Dardan. En wij zijn op weg naar Den Haag. Dardan en Lotte vandaag, voor jullie, met een vlog. Ja, waar we politici aan het tand gaan vullen over vrijwillige inzet en hoe we dat in de toekomst goed kunnen organiseren. Juist, we nemen jullie mee. Ik ben Fred Boesma, ik ben bestuurslid van Vereniging NOV. Bijzonder om te zien dat we weer een mooi breed gezelschap hier hebben van vrijwilligersorganisaties, van vrijwillige steunpunten en natuurlijk van heel veel Kamerleden en hun medewerkers. En ik hoop dat we een heel mooi gesprek hebben het komend uur over hoe maken we het mogelijk dat vrijwilligerswerk in Nederland ook de komende jaren die bijdrage levert aan de samenleving. Daarvoor gaan we zo meteen op 6 tafels met elkaar in gesprek op een aantal concrete thema's. Eet smakelijk bij het ontbijt. Waar ik nu heel erg trots op ben, is ik had eerst 5 vrijwilligers vanuit Facebook, maar ik belde mijn moeder op en zei, ma, hoe zit het met jouw buurvrouwen? Ik heb nu mijn moeder met haar 4 andere vriendinnen. En wat het allermooiste is, ik heb 5 Westerse Nederlandse vrouwen en ik heb 5 Somalische vrouwen en die gaan met elkaar in gesprek. En die kracht van vrijwilligerswerk, die onderschatten we af en toe. We verbinden mensen, brengen culturen bij elkaar. Landschap, provincie breed, werken ruim 3000, dacht ongeveer 3200 of 3400 vrijwilligers in totaal. Dat is hartstikke veel. Het merendeel van ons werk gebeurt dus door vrijwilligers. We merken dat het mensen heel veel voldoening geeft, heel veel plezier geeft om iets te kunnen bijdragen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we die mensen ook steunen, dat we ze leren. Dan zit je vanzelf, doe je mee in die samenleving. En dat is het belangrijkste van alles. Want ook jongeren zijn wel eens eenzaam. En ouderen zijn ook eenzaam. En om dat nou te voorkomen, moet je gewoon mee blijven. En waarom vrijwilligerswerk denk ik echt heel erg belangrijk is, is dat je ook echt mensen die je anders minder snel spreekt, dat je daarmee in contact komt. En dat je ook weer wat vastigheid in je leven hebt. Want er zijn natuurlijk veel dingen in je leven die veranderen. En dus of op korte termijn andere mensen tegenkomen, ook op lange termijn je gewoon ergens aan verbinden, dat is eigenlijk heel erg goed en heel erg gezond. En dat kan ik iedereen aanraden. Ja. Ik denk dat de balans tussen halen en brengen goed moet zijn. Hè? Dus het moet niet zijn wij energie insteken, maar het moet ook energie opleveren. Ja. En als je goed zoekt, dan vind je echt wel iets wat bij je past. Ja. Natuurlijk. Dankjewel. Oké. De kunst is denk ik op ze. Om het één keer mee te maken en dan weet je wat het is en ga je het ook doen in mijn ervaring. Misschien is dat wat slimste. Ja, dat meelopen en proeven van iets, dat ja. een goede zou zijn. Nou ja, dan denk ik van dit smaakt gewoon naar meer. Het smaakt naar meer, ja. Dus, Zo, ik neem de vlog van Lotte even over voor Jong I Do. Maar hoe vonden jullie het? Ja, leuk! Energie van gekregen. Veel is ik wel gedaan. Mooi om te zien hoe mensen elkaar inspireren rondom een ontbijt. Eten is altijd goed, brengt mensen samen. Leuk evenement. Eigenlijk hetzelfde als met vrijwilligerswerk, dat brengt mensen ook samen. Juist. Oh. Ik heb mijn telefoon weer terug van Kirsten. We hopen dat jullie ook deze vlog heel leuk vonden om te zien. En dat jullie het inspirerend vonden. Abonneer je op ons YouTube kanaal. En vrijwilligerswerk doen. Kom zeker een keer langs bij I Do, bij ons contactpunt. En tot de volgende Vlotte Vlog.